Gabor Reyes die daar ligt aan de buitenzijde. Piloteert John de Leeuw Vlits Harley nu dichter tot de leider. En zo komen we dan af op de laatste rechte lijn. Dan hebben we nog 600 meter af te leggen in de tot ziens op 13 oktober prijs. En dan is het toch altijd Golden Avenue die de leiding heeft voor Vlits Harley op de tweede plaats. Vlits Harley die gaat aanstonds proberen de aanval op de leider te openen. Dat geen gemakkelijke opgave is met deze Golden Avenue. Gabor Reyes ligt aan de binnenzijde. Daar zijn de proppen al getrokken. En aan de buitenzijde zien we dan een aanval komen van een der andere paarden. Zo zijn we dan in de finale fase. Het is Ferran Convital die aan de buitenzijde de aanval gaat openen nu op Golden Avenue. Golden Avenue, Ferran Convital. In derde stelling is het Vlits Harley. Zo gaan de paarden af in op de laatste meters richting finish. En het is Golden Avenue. Die turft er weer een duinlicht grasoverwinning bij. Op de tweede plaats Ferran Convital. De derde plaats is voor nummer 7 Vlits Harley en daarachter Gabor Reyes. Nu is het wachten op bevestiging dat we de laatste winnaars van vandaag mogen huldigen. Golden Avenue en Dennis Minima. Groen licht, Rogier. We kunnen gaan huldigen. Golden Avenue, Dennis Minima. Je Duindigse angstgeekner was er niet, maar het denk ik mogen komen hè, vandaag. Nou, wie? Bizar. Ja, natuurlijk. Ik had sowieso in deze koers ingeschreven. Ik had sowieso expresso van Bizar af ingeschreven. Dus ik was er al een beetje rekening mee gehouden. Ben je bang dan? Jij bent er nooit bang. Nou, kijk, met alle respect, maar Bizar Zandberg is op het moment gewoon beter dan deze. Echt waar? Ja, ik kan de laatste keer niet in de buurt komen. Ja, dat is een mooi compliment. Ik vond hem vandaag wel weer erg goed. Hij is vandaag weer heel erg goed. En hij dwingt het gewoon zelf eraf en dan maakt het makkelijk af. Heeft een mooi rijtje staan. Ja, mooi rijtje, maar ik had liever allemaal eentjes gehad. Ja, je bent veel te perfectionistisch, Dennis. En die maakt er een mooie lange ereronde van, dames en heren. Het is net jouw ruk. Het in de handen voor geweldige winnaars van de 11e Golden Avenue, Dennis Minima. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag en in het centrum van de baan is het Gabor Reyes die de leiding heeft genomen. Gabor Reyes neemt een lengtevoorsprong, Dick Lixotrui tweede, daarachter Dream Women en aan de buitenzijde een galoppade zien we overigens van Geert V, die ligt nu aan de start van het veld. Aan de buitenzijde komt Ferran Convital naar voren. Die bevindt zich nu al in de voorste gelederen. Daarachter is dan Golden Avenue. En zo gaan de paarden dan de Klingendaalbocht in. Verder weg in het veld volgt dan Eva Halling. Geflankeerd door Vlits Harley. Daarachter volgt pas dan Baco Boy. Die aan de binnenkant gezelschap heeft van Dragon Dubourg. Dan volgt Texan de la Vallée. En laatste van het peloton is nu Geert V. Galoppade nu voor Declique Sautrui. Die valt terug uit de kopgroep. Als de deelnemers afgaan op de overzijde van de baan. En als de deelnemers dan de overzijde zijn opgedraaid, dan hebben we op dit moment de situatie dat er ook het koppaard wegspringt. Paard nummer 8, Ferran Convital. Bij een poging om de leiding te nemen is die weggesprongen. En dat effent de weg weer voor Gabor Reyes om weer een volle lengte voorsprong te peuren op de rest van het gezelschap. Maar daar komt aan de buitenzijde nu al Golden Avenue naar voren. Golden Avenue die gaat op dit moment al naar het front. Neemt de leiding over van Gabor Reyes. In derde positie volgt dan Dream Women. En daarachter is het dan het nummer 7 van Vlits Harley. Die gevolgd wordt door Eva Hallink. Dat zijn de frontrankers op dit ogenblik. Als er dan einde overzijde zijn en de laatste bocht ingaan. In midveld hebben we dan weer Ferran Convital. Daarachter volgt Texan de la Vallée. Die probeert ook wat terreinwinst te boeken. Maar die gaat ook op dit moment niet zo lekker. En zo gaan de deelnemers de laatste bocht in. Golden Avenue zal het allemaal een zorg zijn. Die ligt op kop. Heeft een lengtevoorsprong op de hele achtertuin. Een lengtevoorsprong op bijvoorbeeld de leider van het eerste uur. Gabor Reyes die daar ligt aan de buitenzijde. Piloteert John de Leeuw Vlits Harley nu dichter tot de leider. En zo komen we dan af op de laatste rechte lijn. Dan hebben we nog 600 meter af te leggen in de tot ziens op 13 oktober prijs. En dan is het toch altijd Golden Avenue die de leiding heeft voor Vlits Harley op de tweede plaats. Vlits Harley die gaat aanstonds proberen de aanval op de leider te openen. Dat geen gemakkelijke opgave is met deze Golden Avenue. Gabor Reyes ligt aan de binnenzijde. Daar zijn de proppen al getrokken. En aan de buitenzijde zien we dan een aanval komen van een der andere paarden.
paarden. Zo zijn we dan in de finale fase. Het is Ferran Convital die aan de buitenzijde de aanval gaat openen nu op Golden Avenue. Golden Avenue, Ferran Convital. In derde stelling is het Flits Harley. Zo gaan de paarden af in op de laatste meters richting finish. En het is Golden Avenue. Die turft er weer een duinlicht grasoverwinning bij. Op de tweede plaats Ferran Convital. De derde plaats is voor nummer 7 Flits Harley en daarachter Gabor Reis.